Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar Nail Talk Live. Vandaag ga ik een wandstroknagel laten zien van kleine roosjes. Die begin ik te laden met de donkerste kleur aan de onderkant en de lichtste kleur aan de bovenkant. Die gaan we uitveden, zodat je een mooie overloop krijgt. Dan ga ik de buitenste rand van het roosje plaatsen. Ik zet mijn penseel aan en ik ga langzaam zigzaggend het eerste blaadje van mijn roos maken. Daarna gaan we verder met de tweede roos. Omdat het eerste blaadje goed moet drogen, kunnen we niet meteen eroverheen. Dus ik ga hem iets lager, ga ik mijn tweede blad zetten. Van mijn tweede roos. Ik sluit hem in. Ondertussen is het eerste blaadje gedroogd. Dan gaan we verder met het volgende blad in de roos. En je maakt een kleine ronding en trek hem omlaag. Ditzelfde doe je precies bij het andere blad en de onderkant. Penseel laden, terug naar je nagel. Je zet hem aan. En je maakt een kleine boog en trekt hem omlaag. Dan gaan we verder, weer opnieuw laden. Creëer een mooie overloop. En dan gaan we de roos sluiten. Dus ik zet hem aan. Trek hem omlaag. En met het puntje ga ik omhoog. En sluit ik hem aan het blad. Er is een heel gedoe over als je bloemen gaat tekenen. Of wandstroken. Omdat heel veel mensen gaan zeggen van. Het moet anatomisch helemaal in orde zijn. De bloemen moeten helemaal kloppen. Ik ben het er niet mee eens. Maak de bloem zoals jij dat wilt. Dit is geen exacte wetenschap. Het is het leuke ervan. Het is persoonlijk. Dus heb je het binnenste blad en de andere kant aan het buitenste blad verbonden, is dat helemaal geen probleem. Zolang jij de bloem maar leuk vindt, vindt de klant het ook superleuk. Een goede overloop maken. En dan gaan we hele smalle, dunne blaadjes maken die het net afmaken. Nu hebben we de roosjes gezet en om het af te maken gaan we ze nu bijvullen met groene blaadjes. Daarvoor gebruik ik de deep green en de lime green van de magnetic paints. Zet je aan, zigzaggend ga je naar een punt. Dan heb je een half blad en dan ga je iets lager weer beginnen. Je zet hem aan, maakt hem breder. En sluit hem af. We gaan er nog iets van bladeren bij doen, omdat het anders net iets te kaal is. En dan gaan we het afmaken met de witte paint met de dotting tool. Kijk maar even mee. Nou, ik denk dat hier in de hoek mag een wat groter blad erbij. Dus ik zet hem hier weer aan. Ik ga zigzaggend omhoog tot in een punt. Ik zet hem lager aan en dan valt het blad van de nagel af en sluit hem dicht. En die houden we hier een kleine opening open, die ik graag iets wil opvullen. En daar gebruik ik mijn dotting tool voor. Die dip ik in mijn white paint en dan ga ik gewoon wat puntjes zetten. Kleine, grote. En je kunt hier natuurlijk ook een steentje tussen zetten om het af te maken. Je kunt er nog mooie krullen bij zetten. Je kunt de rozen omlijsten met een witte gel, met de liner gel. Dus de mogelijkheden die zijn oneindig. Nu de witte puntjes aan het drogen zijn, kunnen we nog altijd wat details aanbrengen aan de bladeren. Dat maakt het net iets meer af. Kijk me even mee. Ik pak mijn limegroen, wat ik gebruik heb voor de bladeren. Pak een dunne, fijne penseel voor. Kijk, een dun lijntje in het midden. Die niet helemaal strak hoeft te zijn. En dan zie je dat het toch net iets meer leeft. Ook aan de bovenkant. We zetten het penseel neer en alleen met het puntje trekken we de verf omhoog. Ook het kleine blad verdient ook wel een klein nerfje. En dan heb je toch iets meer detail aangebracht. En de witte puntjes zijn ondertussen gedroogd. Dus nu kan de toplaag erop. En dat is het fijne van de matte topcoat, dat als je die er overheen zet, tot die glanst. Dus als jij
dadelijk zoiets hebt van, nou, ik vond hem glanzend toch wel wat mooier, dan kun je er altijd nog een glanstopcoat overheen zetten. En dan zal ik even wat voorbeelden, wat ik al klaargemaakt heb, erbij nemen, zodat je kunt zien dat je het op allemaal verschillende manieren, de roosjes, met verschillende ondergronden, kunt maken. En de andere is al klaar. En die hebben we net gemaakt. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben, dat jullie deze nail art kunnen gebruiken bij jullie klanten en jullie salon. En blijf vooral kijken voor meer inspiratie bij Nail Talk Live. Tot ziens!